Hi! Wij hebben het boek Gimmick. En dit gaan wij samen lezen. Oh, ik ben... vertel maar. Ik ben Suzie. En dit is Robin. Dit boek is geschreven door Joost Wagerman. De uitgeverij is de Arbeiderspers. Het boek is uitgegeven in 1989. Het heeft 235 bladzijden. En het heeft hoofdstukken van verschillende lengtes. Joost Wagerman is 18 november 1963 geboren. En hij is doodgegaan helaas in 2015. Hij schreef vooral Nederlands romans, maar hij schreef ook wel poëzie, essays en columns. Bekende boeken van Joost Wagerman zijn Chaos en Rumoer, Gimmick, ja, daar gaan we dus over doen, en Americana 1 en 2. Ik ga even het stukje voorlezen wat voor het boek staat. In Gimmick begeeft de jonge succesvolle schilder Walter van Raamsweg, kortweg Raam genoemd, zich van de wereld van meisjesstudenten in Florence naar de sekscinema's en piepshows in New York. Van de internationale jetset op de Canarische eilanden naar de Amsterdamse hoerenbuurt. Gimmick wordt bevolkt door hele en halve criminelen, geldbeluste kunstenaars, postmoderne meisjes en corrupte hippies. Uiteindelijk weet Walter Raam niet meer of hij nu te kampen heeft met zijn succes of met zijn hunkerende, obsessieve liefde voor zijn ex-vriendin Sammy. Nou, wat verwachten we van dit boek? Wij denken dat het best wel een intens boek gaat zijn. Het is best wel drugs, seks, best wel heftig content. Ja, het is ook dat het in veel verschillende landen is, dus veel culturen en misschien andere omgevingen. En hoe dat dan misschien invloed heeft op hoe je voelt. Ja. Misschien ook, ja, het is ook wel interessant dat het over Amsterdam gaat. En zeker over Amsterdam in die tijd, want toen waren we er natuurlijk nog niet. Het is ook wel interessant. Maar we denken ook dat het misschien een beetje saai kan zijn, omdat we ons misschien niet zo goed kunnen vinden in de hoofdpersoon. Omdat we eigenlijk nog te jong zijn. Nee, waar we wel naar uitkijken is hoe het wat Gimmick is, want het is wel zo goed. Ik denk dat het misschien niet goed is. Gaat weer eten. Let's go. Yeah. Yeah. Nou, was dit het? Ja. Nee, heb je een boek gegeven voor dat? Nee. Nou. Ja, valt niet voor over te zeggen. Jezus. We zijn nu over de helft van het boek. We zijn op bladzijde 139. Het is tot nu toe heel saai. Het gaat nergens over. Maar we gaan het wel gewoon doorlezen. Want ik denk ook wel dat het nog leuker gaat worden. We staan dus inderdaad nu op bladzijde 139. En we wilden hier toch heel even stoppen en even vertellen wat hier precies gebeurde. In het laatste stukje wordt iets gezegd wat toch wel, denk ik, zelf best wel een groot deel van het boek. Sammy is de ex van Walter. Ja, hij heeft het daar zo moeilijk mee dat eigenlijk alles verloren is gegaan. Naast Sammy is eigenlijk alles kapot gegaan. VSD is zeg maar nog zijn enige redding. Zeg je hier, hoeveel keer heb je in Amsterdam nou precies met Sammy geneukt? Stilte is erger dan een vechtpartij. Ik wil ook helemaal niet vechten. Ik wil hem alleen maar een broodmes diep in zijn strot duwen. En dat laat even eigenlijk zien hoe ziek hij eigenlijk nu wel niet is. Hij is gewoon helemaal kapot. En dat hij daar dus ook echt nog niet overheen is. Maar we gaan nu verder lezen. Yep. Oh nee. Ik wil nog even iets vertellen over het begin van het boek. Over de proloog. Want die is eigenlijk ook heel erg raar. Wat we nu in ieder geval weten is dat ze inderdaad naar de Canarische eilanden zijn geweest. Om inspiratie op te doen. Amsterdam was kut, Amsterdam was saai. Maar dat werkte gewoon niet zo goed. Dus toen zijn ze naar New York gegaan. Nou, dat wisten we nog helemaal niet toen we die proloog lazen. En die proloog gaat serieus over hoertjes die ze neuken. En heel apart, dat ze in een soort stripclub zijn. Uitgebreide omschrijvingen over die slanke vrouwen. Dus meteen echt in your face. Maar ja. Nou, het boek is dus nu uit. Ja. We zijn er niet heel enthousiast over. Nee. Het is een beetje... Het is meer... Er gebeurt niks. Ik dacht van, weet je wel, na die tussenstop die we even hadden genomen. Ik dacht, nu weet je, gaat het zich opbouwen en dan gebeurt er wat. Hij en Sammy komen weer bij elkaar. Ze zijn weer gelukkig. Of hij gaat niet meer aan de drugs en gaat iets goeds doen met zijn leven. Of hij vermoordt iemand. Ja, weet je, gewoon, het maakt niet uit. Het hoeft niet goed te zijn. Nee. Wat er dus inderdaad aan de hand is, hij begint dus, het boek begint na de proloog in Cube Gimmick. Zit hij weer aan de drugs? Is hij ongelukkig? Heeft hij Sammy niet?
Daar gaat het om. En is hij met zijn vrienden. En dat is eigenlijk ook op bladzijde 33, ook op bladzijde 154 en ook op bladzijde 235. Hij is gewoon weer een gimmick aan het einde. Hij zit daar, hij is weer aan de drugs. Hij is nog steeds ongelukkig. Hij heeft nog steeds zijn mening nog niet. Het is ernaar veranderd. Ja, je bent in de Canarische eilanden geweest. Ja, ik bedoel. Heel leuk voor je. Het enige dus wat er echt is veranderd, is dat gimmick was vroeger dus een hele goede kip aan het begin van het boek. Maar aan het eind van het boek is het een hele slechte kip waar je nog maar skeletten zou komen. En ik denk ook dat we te jong zijn geweest voor dit boek. Want het gaat gewoon te veel over dingen waarbij ons leven nog helemaal niet uit bestaat. Maar ik weet niet, ik vond het een tegenvaller. Ja. Hebben we er nog iets uit kunnen halen qua een les? Ja, dat denk ik wel. Nee, maar dat denk ik serieus. Don't do drugs. Want ik bedoel, dan eindig je op met zo'n... Maar ik denk ook wel dat je nu kan zeggen van er bestaan dus ook boeken met... Geen inhoud. Met geen inhoud. Ja, ja. Nee, maar die dus ook zeg maar de top kunnen bereiken. Ik kreeg niet echt een inblik van Amsterdam trouwens. Ik kreeg eigenlijk alleen maar weer een beeld van die drugs en die seks. Misschien als we het over 5 of 10 jaar nog een keer lezen. Ik denk dat we het nu ook gewoon, ik denk dat we dan denken, oh zo ja, precies. Dus voor ons nee, ik denk voor iedereen van onze leeftijd, tenzij je echt al... zo ver bent in je volwassenheid dat jou dus aan kan. Ons over 10 jaar gewoon nog een keer proberen. Misschien dan wel een heel goed boek. Mag ik 1 ding doen? Nee. Om het te eindigen. Nee. Dus zeg eens einde. Einde. Was dat je grapje? Was dat ik einde?